365 dagen, 12 maanden, 52 weken. Het jaar 2019 zit er bijna op. Het eerste jaar van de gemeente Altena, maar ook het jaar van het mysterieuze hart in Sleeuwijk, de eerste Altena Cup, extreme warmte en de zoektocht naar de eerste kroonbenoemde burgemeester van Altena. U kijkt naar een overzicht van de meest bekeken en spraakmakende gebeurtenissen van 2019. Hier sta ik dan, als voltallig college van burgemeester zonder wethouders. Ik heb gezien wat ze willen, hoe ze de vergadering willen vormgeven, hoe we debat willen doen. Ik voel me hier eigenlijk op de eerste avond al helemaal thuis. De burgemeester is nu nog alleen. Gaat het nog lang duren voordat er een college is? Ik hoop het niet voor hem. We gewoon keihard werken om van deze mooiste gemeente, nogmaals, er gaat niets boven Altena in Brabant, om deze mooiste gemeente wat te maken. Dank u wel. Om in de nieuwe gemeente aan de slag te gaan. Er is genoeg te doen. De burgemeester is ook maar alleen. Dus aan de slag met een college. Home alone is voorbij. Dan bent u bij deze benoemd tot wethouders van Altena. Proficiat. Dit ga ik doen, want ik heb er gewoon ook zin in. Het is gewoon natuurlijk een unieke mogelijkheid om zo'n nieuwe gemeente in een nieuwe setting met veel nieuwe mensen op te mogen zetten. Ik ben geïnstalleerd als wethouder van de gemeente. Maar op andere plaatsen in de gemeente zijn de borden al weggehaald. Handel, ik kon het niet meer vinden. Het is eindelijk zover. De plaatsing van de komborden is begonnen. Na de verkiezingen dat we die mooie zetel wisten binnen te halen, bleek dat Paulien een andere route ging volgen dan de uitgangspunten waar we campagne voor gevoerd hebben. 3 punten, het ouderenwerk en de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Dus dat was mijn verkiezingsbelofte en die blijf ik gewoon houden. Modus voor volwassenen. Mede door de AID kun je dus beter helpen, maar je hebt maar een korte tijd nodig om de mensen echt te helpen. Dus we doen allerlei acties om geld in te zamelen en voor de eerste AID is het eigenlijk al binnen. En ik zou zeggen, andere kennen, doe hetzelfde en zorg dat die dingen er komen. Dit project gaat over autodelen, dus met een buurt gezamenlijk gebruik maken van een klein aantal elektrische deelauto's. En dan elektrisch is het nog goed voor het milieu ook, zelfs meerdere vliegen in één klap. Dat er iets misgegaan is met spelende kinderen. Maar er zijn geen extra gevaarlijke stoffen bij betrokken. Dat maakt dat we wel benedenwinds meten. We meten niks, maar je ruikt het wel een beetje. Ik heb al een paar berichtjes gehad van Ramsdorpsveer en van Nieuwendijk dat daar vals geld aan is getroffen. Ik dacht, het valt eigenlijk wel mee, maar ik ben nu een kwartier geloof ik bezig en dan heb je een halve zak vol met rotzooi, vooral plastic. Dus daar schrik je toch al van. We zoeken een nieuwe burgemeester. Raadsleden gaan tussen 5 en 24 april op verschillende plaatsen in de gemeente inwoners zelf vragen welke eigenschappen zij graag zien bij de nieuwe burgemeester. Nou ja, de 63e ronde van Werkendam alweer, dus dat mag wel in de boeken geschreven worden. Het grote hart langs de oude ijsbaan. Maar wat is het precies? Is het kunst? Wat is de bedoeling ervan? En toen ging je op je knieën? Ja, toen even verder gelopen hier inderdaad op mijn knieën. En het was ook mooi weer, net als vandaag. Dus. Dit is wel echt wel met de intentie gedaan om het veiliger te maken op de kerkstraat in Hank. Dat de snelheid omlaag gaat, dat daarmee ook meer overzicht is, auto's rustiger rijden. Ontmoeting tussen de burgemeester van Altena in Duitsland en onze burgemeester Marcel Frenzel. Altena, Bruce Altena. Ja, genau. Mooi, ja. 193.000. In een bedrijfspand aan de Rijksweg in Nieuwendijk is een grote hoeveelheid drugs gevonden. We hebben hier een hele grote opslag aangetroffen van drugs, met name ecstasypillen. Nou, ruim 200 kilo aan pillen, amfetamine, MDMA. Straatwaarde van miljoenen euro's. Het is echt een mega vangst. Zeker de grootste vangst van dit jaar. Er rijden er vandaag zo ruim 100 mee. En hoeveel mensen mogen jullie daar blij mee maken?
Er zijn hier de hele dag nu zo rond de 375, 400 mensen in de weer. In deze bomen zit de eikenprocessierups. Wie in aanraking komt met de haartjes van deze rups, kan hier flink last van hebben. De gemeente is zich bewust van het feit dat het onkruid op dit moment hoger staat dan men gewend is. Het gebeurt zelden dat het zo extreem warm is dat de Merwedebrug gekoeld moet worden. Door de hitte zijn de stalen brugdelen van de brug in de A27 uitgezet, waardoor de brug niet goed open en dicht kan. De kaaienpalen, ze staan er niet meer, want afgelopen zaterdagnacht werden ze volledig verwoest bij een eenzijdig ongeval. Maar ze zijn niet helemaal kapot, dus dat kan er niet meer gemaakt worden, denk ik. Respect voor voetbal, als het publiek en de voetballers, de deelnemers, ook zien dat er meer is dan voetbal alleen. En dat ook gedragen gaat worden bij alle 13 verenigingen in Altena. Ik woon zelf tegenover het Rijswijkse strandje, dus ik ben ook wel dagelijks getuige van incidenten, calamiteiten of bijna incidenten. En dat je ook heel goed kan zien dat mensen helemaal niet weten waar ze hard mogen varen. Door fors stijgende kosten is de gemeente meer geld kwijt aan het inzamelen en verwerken van afval. En dat gaat de gemeente doorberekenen aan de inwoner. Mensen die het maximaalste scheiden, die hebben het minst last van de kostenstijging. Ik weet wat de boeren meemaken de afgelopen paar jaar. En die verdienen hartstikke onze steun. Ik denk dat de boeren hartstikke belangrijk zijn in Altena. Gezamenlijk met de boeren kunnen we een Altena creëren. In ieder geval wat op zichzelf kan bestaan. Naar aanleiding van de uitzending van Pointer over de cijfers uit de zorgsector kwam onder andere Altena Staat uit Nieuwendijk naar voren. Altena TV vraagt alle betrokkenen naar hun reactie. We hebben u uitgenodigd omdat wij u zeer welverdiende eer willen betonen. Wat u heeft gedaan in het verleden, wat u heeft gepresteerd, is meer dan bijzonder. Nou ja, als je eigenlijk als college laat verrassen binnen 3 maanden tijd een tekort te laten verdubbelen, dan gaat er ergens iets niet goed in de bonnetjesfabriek hier in het gemeentehuis. Ook Altena heeft te maken met de tijdelijke regelgeving rondom PFAS. Minister van Infrastructuur en Waterstaat die heeft een tijdelijk handelingskader opgesteld. Om in ieder geval de belangrijkste knelpunten op te lossen. We zien overal hebben we de handjes nodig. Want als die handjes er niet zouden zijn, zou het stil liggen. En ja, dan moet je ook gewoon je verantwoordelijkheid pakken als gemeente. En zeggen van jongens, het is niet de vraag of we ze gaan huisvesten. Nee, de vraag is hoe we ze gaan huisvesten. Het wapen zal onder andere gebruikt worden voor de omsketen van de burgemeester. Ik heb het hier 11 maanden geweldig naar mijn zin gehad. En wat ik heb kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Altena kon ik alleen maar dankzij de ambtenaren, het college en de raad en de bevolking. Dank u wel. Zie waar we staan. Een mooie toekomst gewenst. Het gaat jullie goed. Geachte aanwezigen, ik wil u niet langer in het ongewisse laten. Met gepaste trots en met heel veel genoegen beveelt de gemeenteraad van Altena de heer Dr. Anders EBA Lichtenberg overtuigend aan als burgemeester van Altena bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik voel me zeer vereerd door de voordracht van de gemeenteraad vanavond. En ik zie ernaar uit na de benoeming en na de beëdiging om mijn schouders zonder de gemeente te gaan zetten en nog nader kennis te maken met de gemeente en de inwoners. En de gemeente op een andere manier te dienen dan ik tot nu toe mocht doen. En ik zie daarnaar uit en met veel zin en veel plezier in. De eerste komen noemde burgemeester van deze nieuwe gemeente. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van harte gefeliciteerd. Hoe voelt dat? Heel erg mooi en dankbaar dat ik dit mag gaan doen. Een wedstrijd is dé plek om je vaardigheid te tonen en met anderen je gezamenlijke passie te delen. Wat de gemeenteraad uit heeft gesproken, ook in samenspraak met de bevolking, is dat ze iemand zochten die zei, dan betoetelde het maar als een mensenmens, iemand die tussen de mensen staat. Hier werk vrije zones. Nou, nu heb ik mijn twijfels over. Dat werkt niet. Bijvoorbeeld veen. Ja, dat krijgen ze nooit onder controle met al die brandende auto's. De Boom Sleewijk had als resultaat dat maar liefst 250 mensen of gezinnen in Altena blij gemaakt werden met een zorgvuldig samengesteld pakket die door heel Altena werd bezorgd. Omstreeks 8:30 is op eerste kerstdag de kerstboom in handel in brand gestoken, vermoedelijk met vuurwerk.
het viel in het begin niet zo op. Maar langzamerhand dacht ik, ja, waar moet ik nu zijn eigenlijk voor het paspoort? Fijn dat we nu één gemeente zijn. Ik heb niet heel erg veel gemerkt van dat de gemeente zeg maar verwisseld werd. Wel dat het gemeentehuis nu niet meer hier zo zit, maar in Almkerk.